Bij een gewone griepgolf melden wij niet dagelijks de cijfers van het aantal mensen dat daaraan overlijdt. En ook bij een gewone griep vallen vele honderden doden. Het RIVM meldt nu wel dagelijks het aantal doden door het coronavirus. En dat is schrikken. Ondanks dat het aantal dodelijke slachtoffers van corona tot nu toe lager is dan bij een gewone griep. Maar reden tot relativering lijkt dat niet. Hoe vinden we de balans tussen gezondheidsrisico's en economische belangen? En hoe zorgen we dat er geen onnodige onrust is aan de ene kant en te veel relativering aan de andere kant? Ik ga het erover hebben met CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Zij is onder andere woordvoerder medische zorg, GGZ en vitale sectoren. Goedemiddag. Goedemiddag. We zien elkaar niet, maar we horen elkaar wel. En ook journaliste Marieke ten Katen van Elsevier Weekblad is op afstand heel veilig. Zij schrijft veel over gezondheidszorg en de zorg op zich. Gezondheid en zorg wilde ik eigenlijk zeggen. Dag Marieke. Dag, goedemiddag. Ja, beide doen jullie gewoon je werk. Zijn jullie er voortdurend van bewust dat dit hele bijzondere tijden zijn, Joba van den Berg? Ja, absoluut. Ieder moment van de dag. Want je bent er ook de hele dag mee bezig met mensen die vragen hebben om dingen voor te... Dat je zelf dingen aan het voorbereiden bent en ook nog vragen hebt. En verder ook als je zegt, nou, ik ga toch even een wandelingetje maken. Dat je dan constant ook bewust bent om die anderhalve meter minimaal aan afstand te houden. Ja, Marieke ten Katen, was dat voor jou ook wennen? Ja, zeker. En inderdaad, je merkt de hele dag dat het bijzondere tijden zijn. Al is het maar omdat ik de hele dag erover aan het lezen en over aan het schrijven ben. Maar ook, als je inderdaad even naar buiten gaat. Het zit altijd in je achterhoofd. De adviezen die er gegeven zijn. En het loopt toch wat anders op straat. Bij een gewone griep vallen ook honderden doden. Dat melden wij niet. Nu doen we het wel. Is dat terecht, Marieke ten Katen? Ik vind het een moeilijke vraag. Aan de ene kant vind ik het ontzettend terecht, de aandacht die er nu voor alle cijfers is. Omdat het ontzettend spannend is wat er de komende dagen en ook de komende weken gaat gebeuren. En die cijfers die geven daar gewoon inzicht in. Tegelijkertijd zie je bij een gewone griep zien we al dit soort sterftecijfers niet. Dus het kan ook voor veel mensen toch tot een soort paniek leiden. En de vraag is of dat terecht is. Als je nu de cijfers ziet, als je de experts daarover spreekt, die schrikken daar nog niet van. Maar aan de andere kant wil je ook de samenleving natuurlijk wel laten weten wat er aan de hand is en voldoende inlichten. Dus in die zin snap ik de afweging wel om dagelijks die cijfers naar buiten te brengen. Ja, CDA-Kamerlid Joba van den Berg, is er nog over getwijfeld om dat wel elke dag te doen, omdat we dat bij een gewone griep niet doen? Ja, maar er is toch wel een groot verschil met de gewone griep. He, bij de gewone griep zeggen we ook niet, nemen we niet zulke strenge maatregelen van iedereen. Nies in je elleboog en was je handen heel vaak en intensief. En zorg dat je anderhalve meter afstand houdt. Want terecht wordt gezegd, bij een gewone griep. En we hadden in 2017, 2018 een enorme grote griepgolf. Het is meer dan 900.000 mensen. Hebben griep gehad. Daar zijn toen 9000 mensen aan overleden. He, dus dat was echt heel erg veel. Alleen het grote verschil met dit virus is dat het een onbekend virus is. Dus we hebben er gewoon geen kennis van. We hebben geen vaccin, wat we dus met de gewone griep wel hebben. En omdat de gewone griep, wij spreken al meer dan 100 jaar bij ons is, hebben we daar toch met z'n allen een stukje immuniteit voor opgebouwd. En dat is hier ook nog niet het geval. Dus vandaar dat heel duidelijk het doel is om te zorgen dat we de zorg niet overbelasten. Hè, dat de mensen die zorg verlenen, de ziekenhuizen en zo, dat die dat allemaal nog aankunnen. En dat we de kwetsbare mensen juist kunnen beschermen. Ja. Er is een Leidse epidemioloog, Frits Roosendaal. Hij maakt een vergelijking tussen het verloop in de twee zwaarst getroffen gebieden in Italië. En we mogen allemaal hopen dat het nooit zo erg wordt als daar. In de provincies Lombardije en Bergamo. En ook het verloop in Nederland. Er is een groot verschil gelukkig. Laten we even naar hem luisteren. Eén provincie in Italië heeft eerder dan wij sociale afstandsmaatregelen genomen. Maar de provincie Bergamo, waar het nu uit de hand loopt met het aantal gevallen, aanmerkelijk later.
Als je kijkt naar het sociale verkeer en deze ziekte wordt overgebracht van mens op mens, dan is dat fors gereduceerd in Nederland op het ogenblik. Het effect daarvan gaat nog even duren voor we dat zien, want de ziekte heeft een incubatietijd van zeg een week tot de eerste symptomen. En we zien eigenlijk pas de tellen de gevallen die ernstig zijn. Dat is weer zeker een week later. Dus we moeten dit een tijdje volhouden om te zien hoeveel effect het heeft. CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Is het goed om te kijken hoe het in Italië is? Of denken we van, nou ja, we mogen alleen maar hopen dat het niet zo ernstig wordt. Dus laten we ons niet daarmee vergelijken. Nou, het is inderdaad, laten we hopen, hè, dat we het hier allemaal ook die piek weten af te vlakken. En dat is enorm belangrijk. Vandaar ook dat al die maatregelen zijn genomen. Maar dan is het dus wel heel belangrijk dat we ons met z'n allen ook aan die maatregelen houden. En daar zie ik soms op straat toch nog wel voorbeelden van. Denk ik, ja, maar zo zou het niet moeten. Maar als we met z'n allen deze maatregelen goed toepassen, ja, dan moeten we die piek ook kunnen afvlakken. Want terecht wordt aangegeven, op het moment dat je dat contact weet te beperken, heeft dat virus dus in die zin gewoon letterlijk geen kans om over te springen. Ja. Marieke ten Kate, wat moeten we er eigenlijk van denken, van al die besmettingscijfers, wetende dat lang niet iedereen getest wordt? Nou, het is inderdaad, voorzichtigheid is wel geboden met de cijfers. Omdat op dit moment worden een aantal steekproeven nog gedaan. Maar het zijn vooral de mensen die of zo ernstig ziek zijn dat ze echt al naar het ziekenhuis moeten, of in ieder geval daar een verhoogd risico op lopen. Dus echt de aantallen besmettingen die je ziet, dat is waarschijnlijk een klein deel van wat er daadwerkelijk, het daadwerkelijke aantal besmette mensen in Nederland. En dat doet ook iets met de cijfers. Als je dan het aantal sterfgevallen gaat bekijken ten opzichte van het aantal besmettingen dat je nu ziet, ja, dan kom je op een heel, heel akelig sterftepercentage uit. Hoeveel is het sterftepercentage? Ik geloof dat met de cijfers van vandaag erbij dat we op ongeveer 3,5% zitten. Maar goed, dat is vermoedelijk of eigenlijk zeker weten veel hoger dan het daadwerkelijk is. Omdat je de mensen die de milde klachten hebben, zoals een loopneus of keelpijn, koorts, die gewoon 3 dagen uitzieken en thuis blijven zitten, die zijn niet in die cijfers meegenomen. Dus het zijn echt de mensen die al een risico hebben op een ernstig beloop, die in deze cijfers terug te zien zijn. Dus het is ook niet gek dat een relatief groot percentage daarvan overlijdt. Maar ik begreep dat 4% dat wel realistisch is. Dat 4% overlijdt van de mensen die besmet raken. Nou, als je nu naar de wereldwijde cijfers kijkt die er op dit moment bekend zijn, dan kom je inderdaad op een percentage van ongeveer 4% uit. Maar in heel veel landen wordt er heel weinig getest. Er zijn een aantal landen die heel uitgebreid mensen testen op koorts. En dan verder kijken of ze inderdaad echt corona hebben. Maar er zijn ook heel veel landen die, zoals Nederland, gewoon alleen de ernstige gevallen testen om zeker te weten wat voor behandeling ze zouden moeten inzetten. Dus dat vertroebelt de cijfers enorm. De WHO heeft eind februari een keer een publicatie hierover gehad. En die rekenen daarin op een sterftecijfers van tussen de 0,3 en 1%. Maar goed, dat is, dat zeggen ze er ook bij, dat is echt een schatting. Maar het ligt dus lager dan de cijfers die we nu in Nederland zien en die we ook wereldwijd zien, vermoedelijk. Hoe kan het dat Nederland op nummer 8 staat in de wereld? Joba van den Berg. Nou ja, wij zijn natuurlijk wel een land. We hebben altijd veel van de handel en zo geleefd. Dus we hebben een enorm groot aantal mensen die dus ook dagelijks over de grens gaan, op vakantie gaan, reizen omdat ze ook zaken doen. Dus wij, dus in die zin zit dat in onze natuur om ook altijd heel veel juist over de wereld contact gehad te hebben. En dat kan dus op zo'n moment, waardoor het dan ook binnen kan komen. Aan de andere kant heeft ook de World Health, de Wereldgezondheidsorganisatie, gezegd, helemaal alles afsluiten. Dat virus, dat kent geen grenzen. Dus dat weet zich vaak toch wel een weg te vinden. Ja.
Er is ook wantrouwen tegen mensen die juist geen besmettingsgevaar meer zouden moeten opleveren, omdat ze het coronavirus hebben gehad. Want er worden natuurlijk ook elke dag mensen beter. En ik zie dat ook wel op Twitter terug, dat mensen zeggen, ja, maar waarom meld je dat niet ook elke dag? Dat doen we inderdaad niet. Mensen die juist, zeg maar, in theorie zouden kunnen bijdragen aan die gewenste groepsimmuniteit, ja, daar weten we weinig over. U hoort daarover Aura Thiemen van RIVM. Ik kan me voorstellen dat er huiver is. Er is natuurlijk heel veel te doen over dit virus. Maar wat wij op dit moment weten is dat mensen veilig weer hun sociale contacten kunnen aangaan als ze zich beter voelen. En dat betekent dus dat ze geheel klachtenvrij zijn en dat ze dan nog één dag extra hebben gewacht thuis voordat ze naar buiten gaan. En dat is toch opmerkelijk, want in andere landen moeten mensen 2 weken nog thuis blijven. Hoe kan het dat wij daar anders over denken, Joba van den Berg? Nou, daar hebben we ook vorige week in het debat zijn erover, bij de technische briefing moet ik zeggen, zijn er ook vragen over gesteld. En er is dus ook gekeken, hè, dus het kan best zijn, hè, werd ook uitgelegd, dat je misschien nog ergens, ik noem maar in je keel, een restje virus hebt zitten. Maar het is niet meer zo dat je dan andere mensen kan besmetten. Dus het RIVM heeft daar echt ook wel naar gekeken. Want het heeft natuurlijk geen zin om mensen weer op straat te sturen die wij spreken, ja, binnen 24 uur weer andere mensen kunnen besmetten. Nee, dat snap ik. Maar dan dat zeg maar, als je nog keelpijn hebt, dan mag je überhaupt nog niet weg. Dat is logisch. Maar als je zegt, ik heb geen klachten meer, dan geldt inderdaad na 24 uur toch gewoon naar buiten. Ja, en ik geloof dat sommige ziekenhuizen zeggen, die doen dan iets ruimere marge nemen, hè, voordat verpleegkundigen of zo of artsen terugkomen. Maar in het algemeen wordt gezegd van, als jij meer dan een dag echt klachtenvrij bent, dan kan je dus weer naar buiten. En ja, wat natuurlijk ook is, er zijn heel veel mensen die hebben wel deze klachten, maar je weet niet of die komen van het coronavirus of dat het een gewoon griep of verkoudheid is geweest. Ja, want dat is nu op dit moment ook nog gaande, hè? Een griepgolf. Ja, zelfs een nieuwe griepgolf. Dus het en terecht wordt gezegd, hè, waarom kan je niet meer cijfers geven over hoeveel mensen genezen zijn van corona? Nou, dat is zo, dan zou je heel veel meer moeten testen. En dat is best iets wat Nederland zou willen. Maar zoals de minister Bruins ook vorige week nog naar de Kamer schreef, er is gewoon wereldwijd op dit moment een tekort aan testmateriaal. Dus vandaar dat Nederland ook heeft gekozen, nou, als we dat niet kunnen doen, dan moeten we wel strenge maatregelen nemen en dus die sociale onthouding doen, hè, die afstand houden tot elkaar. En worden dus alleen de mensen, ja, die zeer ernstig ziek zijn, die worden dus nu getest. Ja, het is allemaal, in ieder land is het dus anders. De een zegt, voel je beter, blijf dan 2 weken thuis. En daar is bijvoorbeeld een lockdown. Nou, dat hebben we allemaal niet. Virologe Marion Koopmans legde deze week een Nieuwsuur uit waarom Nederland geleidelijk probeert te komen tot groepsimmuniteit en waarom een lockdown in Nederland geen goed idee is. Kijk, je zou kunnen zeggen, doe helemaal niks, dan hebben we in de kortst mogelijke tijd een grote groep mensen geïnfecteerd en dan komt dat begrip groepsimmuniteit in beeld. Maar daarvan hebben we ook gezien en gehoord dat dat hele grote problemen gaat opleveren, omdat je dan in korte tijd die grote groep mensen gaat krijgen die zorg nodig heeft en dat is meer dan we aan kunnen. Dus ja, dat is waar dat hele vertragingsbeleid op is gericht. En in de tussentijd gaan er wel ook mensen die infectie krijgen, gaan immuniteit opbouwen. En dat helpt mee als één van de maatregelen. Ja, de vraag is, mogen we een beetje hoopvol zijn nu wij ons bezighouden met de groepsimmuniteit en er wordt gekeken naar antistoffen bij mensen die zich weer beter voelen. En ook bij bloeddonoren wordt daarna gekeken. Ik begrijp, Marieke ten Kate, dat jij daar ook speciale interesse in hebt. Wat kun je daarover vertellen? Nou ja, dat is natuurlijk wat iedereen nu wil weten. Van wat gebeurt er op het moment dat iemand deze virusinfectie heeft doorgemaakt? Is iemand dan immuun en hoe lang dan? En dat proberen ze nu. In het Erasmus MC hebben ze, onder andere in het Erasmus MC hebben ze van die tests ontwikkeld waarmee je dus kan meten of iemand antistoffen heeft. En dat geeft eigenlijk aan dat iemand zo'n infectie heeft doorgemaakt en immuun is.
Daar gaan ze nu een soort pilot of in ieder geval een project mee doen... om te kijken bij bloeddonoren van of die antistoffen in dat bloed te vinden zijn. En de hoop is dat ze daarmee een soort goede doorsnee van de Nederlandse samenleving hebben. Dat ze op basis van dat soort resultaten kunnen zeggen van... nou, waarschijnlijk is zoveel procent van de Nederlandse bevolking immuun. Dus dat zijn hele interessante gegevens om te hebben. Ook vooral als je wil weten wat voor maatregelen er eventueel nog verder nodig zijn. En hoe lang dat soort maatregelen volgehouden moeten worden. Ja, Jobbe van den Berg, nog iets gehoord waar we door een beetje hoop kunnen krijgen... dat er iets gevonden wordt waardoor wij sneller tot de groepsimmuniteit kunnen komen? Nou, even, groepsimmuniteit, dat is één ding. Dus het is heel mooi al dat ook met dit onderzoek dat we dat kunnen gaan meten. Maar wat ik met name ook hoopgevend vind, is toch dat er internationaal en overal enorm wordt samengewerkt om alle gegevens uit te wisselen. Zowel om bijvoorbeeld een vaccin te ontwikkelen of om medicijnen te ontwikkelen, dan wel uit te proberen. Want er is dus ook al zijn bepaalde medicijnen van ze in China zeiden. Nou, we hebben in ieder geval gezien dat volgens ons de klachten dan wat minder worden. Hè, dat mensen wat minder ernstig ziek worden. Dus ik vind het enorm hoopgevend hoe overal binnen Nederland, binnen Europa, maar ook wereldwijd er qua vaccinontwikkeling en medicijnontwikkeling wordt samengewerkt. Nou, is natuurlijk ook de angst dat het ene land het heeft en dan gewoon dat nog niet wil verdelen. Want ik snap dat iedereen heeft er belang bij om dat voor het eigen continent als eerste te regelen. Is daar begrip voor eigenlijk, dat zo gedacht wordt? Hè? Bijvoorbeeld de Amerikanen die wilden met een vaccin liever niet dat de Duitsers daaraan meewerkten. En dat heeft dan Angela Merkel weer voorkomen. Is dat logisch eigenlijk? Is daar begrip voor? Nou, ik denk dat op dit moment mensen geen begrip hebben als je niet wilt samenwerken om dit te bestrijden. Dus dat mevrouw Merkel hier in die zin ingesprongen is, denk ik dat daar enorm veel steun voor was. En ik merk trouwens ook van medicijnfabrikanten, waar je op andere momenten dat er discussie kan zijn. Want iedereen nu er alleen maar op gericht is. We moeten hierin zien toch dat we samen zorgen dat we een vaccin dan wel een medicijn kunnen ontwikkelen. Dus ik vind het... Ik zie weinig draagvlak voor mensen die zeggen... ik denk nu alleen maar aan mezelf. Maar juist enorm veel draagvlak van nee, dit moeten we samen doen. Ja, er is ook een verhaal dat mensen die worden ingeënt met iets tegen TBC... dat ook mogelijk zou helpen tegen corona. Wat weten we daarover? Marieke? Ik weet of... Ja, ik kan daar iets over zeggen, want dat zijn experimenten eigenlijk. Of tenminste, dat is gewoon onderzoek wat onder andere in UMC Utrecht gedaan wordt. En dit is een vaccin wat een soort boost geeft aan het immuunsysteem. Dus het is niet een vaccin wat specifiek corona zou kunnen voorkomen. Maar het idee is dat als zorgverleners dat vaccin toegediend krijgen, dat zij dat hun immuunsysteem even geboost wordt en dat ze dus minder kans hebben om met corona besmet te raken. Maar het is wel goed om daarbij op te merken dat dat dus echt gewoon in de onderzoeksfase echt nog zit. En dat zijn ook middelen die niet zomaar op grote schaal beschikbaar zijn. Dit zijn middelen die nu misschien even interessant kunnen zijn om ervoor te zorgen dat zorgverleners fit genoeg blijven om de komende weken daar waar ze nodig zijn hun werk te doen. Maar dat is niet een vaccin tegen corona, om het zo maar te zeggen. Nee, helaas is dat er nog niet. Maar laten we er allemaal op blijven hopen dat dat heel snel wel zo zou zijn. Voor dit moment hartelijk dank CDA-Kamerlid Jobbe van den Berg en journalist van Elsevier Weekblad Marieke ten Katen. NPO Radio 1. Ja, zometeen gaan we natuurlijk door met WNL op zaterdag. Want het lijkt het enige te zijn wat ons bezighoudt. De COVID-19, de coronacrisis. De een kan daar prima mee.